weer. Wauw. Oh. Oh my god, hij schot ze erop. Hij gaat hier dansen. Het zijn de vier. You ready? Yes. Eigenlijk erg dat we altijd willen weten of nou een man of vrouw is. Boeit eigenlijk geen reet. Nee, als ik maar gelukkig ben. Nou, laat maar zien. Afschuwelijk, die jasjes. Overal. Hoe kan het dat dit uit een mens komt? Oh, 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 oh. 100 punten, jawel! Jij bent geweldig. Je roept hem. Je bent echt fucking de shit. Je bent echt een ster. You did a very good job. And I'm very glad that you hang your sack outside of your skirt. So... Then we don't have to guess what's under it because you already dropped it in the etalage. This is not a graceful look. This is a traditional kilt outfit. Wear this mostly to weddings, ceilidhs, which are social gatherings, to be merry, dance and drink. Some people like different parts of the ceilidh. Had er hoger in de oog moeten zijn. Mooi stem. Jazeker, mooi stem. Ik kan er 64 punten voor kennen. 64 points. Yeah. He wanted to push the button, but it didn't work. Pieter. Niet gaan staan. Nee. I like musicals, but it was too bit far from my bed show. That's a Dutch expression. You can say it like That's that. That's fine. This is Jokey. Jokey, wat vond jij ervan? Sweet Kenneth, who am I to keep sitting down when you can sing like this, look like this, and be so sympathetic like you are? You did a very good job, and I'm very glad that you hang your sack outside of your skirt. So... What? Then we don't have to guess what's under it because you already dropped it in the etalage. I'm so sorry. This is my mother, and once a year I take her to work, and you know, and this is what happens. But she really liked it. 64 points for you, Kenneth. You can have a seat at the second chair. Dat betekent dat we ook afscheid moeten nemen van Charlene. Applaus voor jou, Charlene. En Kelly verhuist inderdaad naar plek 3. Ik ben zangeres, entertainer en theatermaakster. De meeste mensen die kennen mij van de Kanto Karaoke Show. Ik rij al 2 jaar in een opgepimpt lila wagentje. En dan rijden wij gewapend met een microfoon door de straten van Amsterdam. En al het geld wat ik daarmee opgehaald heb, dat heb ik gestort in mijn stichting. We staan in de Kanto Karaoke Show en naast mij Wesley Broeke! Olé, olé! Eerlijk gezegd hou ik van alle muziekstijlen. Ik vind alles eigenlijk mooi, als het me maar raakt in mijn buik. Of zoals wij in de familie zeggen, in mijn kuiten. Je hebt geïnvesteerd in een hele Hidden Sound System. We hebben Gallen. Hidden Sound System. Nou, ik ben een jurylid die gewoon alles eruit vloept. Ik heb echt mijn hart op mijn tong. Zie je jouw kleren? Oeh! Wat moet je nou? Bijna een Uber. Nee, wat moet je nou? En dan is het er al uit en dan denk ik, oh nee, sorry. Maar ja. Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. Waar ik voor op de rode knop druk en waarvoor ik ga staan, het moet me echt raken. Ja, ook in zware tijden, zo houden wij vol wel 100 jaar. Ik ga me niet laten beïnvloeden door mijn medisch juryleden. Het is echt mijn gevoel en als ik het mooi vind, dan ga ik staan en dan ga ik vol enthousiasme meezingen. Voor elkaar. Wesley Broeke! Thank you.
Ik ben zangeres, entertainer en theatermaakster. De meeste mensen die kennen mij van de Kanten Karaoke Show. Ik rij al 2 jaar in opgepimpt lila wagentje. En dan rijden wij gewapend met een microfoon door de straten van Amsterdam. En al het geld wat ik daarmee opgehaald heb, dat heb ik gestort in mijn stichting. We staan in de Kanten Karaoke Show en naast mij Wesley Broekhoorn! Olé, olé! Eerlijk gezegd hou ik van alle muziekstijlen. Ik vind alles eigenlijk mooi, als het me maar raakt, in mijn buik. Of zoals wij in de familie zeggen, in mijn kuiten. Je hebt geïnvesteerd in een hele Hiram Sound System. We hebben gewoon. Hiram Sound System. Nou, ik ben een jurylid die gewoon alles eruit vloept. Ik heb echt mijn hart op mijn tong. Zie je wel, kleren. Oeh. Wat moet je nou? Bijna een Uber. Nee, wat moet je nou? En dan is het er al uit en dan denk ik, oh nee, sorry. Maar ja. Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. Waar ik voor op de rode knop druk en waarvoor ik ga staan, het moet me echt raken. Ja, ook in zware tijden, zo houden wij vol wel 100 jaar. Ik ga me niet laten beïnvloeden door mijn medisch juryleden. Het is echt mijn gevoel en als ik het mooi vind, dan ga ik staan en dan ga ik vol enthousiasme meezingen. Voor elkaar. Wesley Broekhoorn! Ja. Ben je nou geabonneerd op mijn kanaal? Dat is gratis en dat vind ik hartstikke tof. Dus als je eventjes wil abonneren, de link is beneden of links of rechts, dat weet ik niet. Even doen, hè? Yeah!